Een nieuwe beker, een nieuwe competitie voor landenteams. De UEFA Nations League wordt om de twee jaar gespeeld, met een eindronde in elk oneven jaar. En de bedoeling is vooral om vriendschappelijke wedstrijden te vervangen door wedstrijden met een groter belang. Aan de Nations League doen alle 55 Europese landen mee. Die zijn verdeeld over vier, qua niveau, gelijkwaardige divisies. In divisie A zitten de 12 toplanden, waaronder Nederland. In divisie D de zwakste broeders van de ranking, zoals Luxemburg en San Marino. Binnen elke divisie zijn weer vier pools gemaakt. We start with the Netherlands. Nederland zit in een loodzware pool met Duitsland en Frankrijk. Alle landen in een pool spelen een uit- en een thuiswedstrijd. De vier poolwinnaars in divisie A gaan door naar de grote finale. Die wordt gehouden in de zomer van 2019. De nummer laatst in de pool degraderen naar een divisie lager. Van A naar B, van B naar C, etc. De winnaars van de overige divisies promoveren naar een divisie hoger. Buiten dat er veel geld te verdienen is, biedt de Nations League ook een extra kans op kwalificatie voor het Europees kampioenschap. Want alle vierde divisiewinnaars plaatsen zich direct voor het EK. Winnaar van je divisie word je door in de play-offs in maart 2020 af te rekenen met de andere poolwinnaars. Mocht een poolwinnaar zich al geplaatst hebben voor het EK via de normale kwalificatie, dan neemt de nummer 2 die positie over. Maar als die zich ook al geplaatst heeft, dan kan zelfs de nummer 3 nog toegang krijgen tot die play-offs. En dat zou dus wel eens heel gunstig kunnen zijn voor Nederland. Zeker in de pool met Frankrijk en Duitsland.